Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Galli, was Oosterzone zo goed of waren wij zo slecht? Ik denk het tweede. Ik vond dat we vandaag ons slechtste partij hebben gespeeld dit jaar. Ik vond dat we goed begonnen waren qua combinatie. Dus de eerste helft, de eerste 25 à 30 minuten hadden we echt heel veel bal. Maar daarna vind ik dat wij na één doelpunt tegen, dat wij echt heel slordig begonnen voetballen. En weer de kopjes laten hangen. Dus ik snap het niet. Echt. Vanwaar de druk op de spelers? In de zin van, we hadden een beetje van deze wedstrijd ook verwacht dat we hier toch iets een puntje uit de brand zouden kunnen slepen. Zit de wedstrijd van vorige week nog in de kop? Is er wat schrik? Maar ik denk, ik zou niet weten waarom dat ze schrik moesten hebben van Cine is een ploeg die vooraan staat. Oosterzone is een ploeg die achteraan staat, die we zeker moesten kunnen winnen. En ik vond ook dat we vandaag, als wij onze wedstrijden spelen, lekker we die andere wedstrijden spelen, dan winnen we die wedstrijd ook vandaag. Maar vandaag verdienen we gewoon de verliespunt, absoluut. Hoe komt dat die spirit ontbrak? Kan je daar de vinger op leggen of is het voor u een even groot mysterie als voor de toeschouwers? Ja, ik denk het wel. Ik heb naast u in de tribune gezeten. Dus ten eerste is het al heel moeilijk voor mij om dan fatsoenlijk te kunnen coachen. Ik denk zelf als ik langs de kant sta, kan ik heel veel bijsturen en veel meer corrigeren. Dan probeer ik mijn jongens echt scherp te houden door heel veel te praten met hun. Dat heb ik vandaag niet kunnen doen. En is dat de reden? Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Dit zijn wel de wedstrijden en zeker de twee die er nog aankomen, die we felk moeten winnen. Maar ja, ik vond absoluut wat jij zegt. Dit was de wedstrijd die we absoluut moesten winnen. Absoluut. En nu Grimbergen, dan Diegem. Het zijn allemaal wedstrijden die, ja, dat is niet meer één punt. Dat is een echte driepunten wedstrijden. Maar als je met die instelling speelt, zoals we de tweede helft gespeeld hebben vandaag, ja, vergeet het. Dus die jongens zullen deze week wel serieus te horen krijgen wat er fout is gegaan en wat beter moet. Ja, er waren vandaag twee nieuwe spelers, dacht ik. Hè? Een beetje tevreden van hun inbreng? Ja, ik ben sowieso als trainer heel blij dat die jongens erbij zijn gekomen. Natuurlijk moet ik niet verwachten dat die jongens meteen de uitblinkers gaan zijn in deze wedstrijd. Die hebben een achterstand van toch wel een aantal maanden. Dat krijg je niet zomaar weggewerkt, geen één voetballer. Dus daarom, ik ben heel tevreden over die jongens. Ze zullen nu de komende tijd heel veel trainen en heel veel progressie kunnen maken. Dan denk ik dat we er nog heel veel plezier aan gaan hebben. Hoe ga je de wedstrijd naar volgende week toe aanpakken, beleven? Deze week trainen we sowieso veel meer. We gaan deze week namiddag trainen. Daarna spelen we deze week ook nog twee wedstrijden, vriendenmatchen. Dinsdag spelen we tegen Herentals en vrijdag tegen Vosselaar. En dat is gewoon om jongens die weinig gespeeld hebben, wedstrijdritme te kunnen geven. Dus daarom doe ik dit. Ik ben teleurgesteld, en jij? Ik ben enorm teleurgesteld. Ik denk dat je dat ook hebt kunnen ervaren naast mij op de tribune. Dus ik ben enorm teleurgesteld. Die andere wedstrijden was ik niet zo teleurgesteld, omdat die jongens altijd tot 100% inzet. Klopt, ik heb ook de spirit gezien in Hasselt en tegen Tiene was er wel spirit. Ja. En nu is dat weg? Ik denk niet dat dat weg is, maar ik denk gewoon... Was te koud? Ik zou niet weten. Ik denk dat meer de reden is... Denk ik, er zijn twee redenen. Ik zit anders korter aan het veld, waar ik jongens kan corrigeren en veel meer kan coachen. En dan denk ik het tweede is dat de jongens, ja, ofwel zijn ze een klein beetje vermoeid, ofwel hebben ze te licht opgepakt tegen een ploeg like Oosterzone. Maar ik zou het niet weten, ik wil er deze week wel echt over horen. Dan pik je de draad volgende week terug op, nee? Ik alleszins zeker, dus ik wil er alles aan doen. Hè. Dus dat heb ik ook gezegd, ik sta er nog altijd 100% achter. De jongens ook nog wel, hè. Dus dat is niet zo dat ze... Maar laat ze maar eens een mindere wedstrijd spelen. Hè. Maar deze week wordt er terug hard gewerkt en dan dat we zeker de week erop klaar zijn. Oké, succes. Oké, dankjewel. Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just blink it. Just blink it.